Het nieuws van vrijdag 6 augustus. Omwonenden klagen steen en been over de overlast die het opvangcentrum voor drugsverslaafden in Apeldoorn geeft. De politie neemt maatregelen. 60.000 kilo te zwaar was die en meters te lang. En daarom is een enorme sloopkraan van de weg gehaald. En hier op het terrein bij Linschoten kwamen we tot de ontdekking dat ze allebei meer dan 100.000 kilo zwaar waren. Montferland controleert de verborgen schade aan bomen na de storm van 3 weken geleden. Dag dames en heren, goedenavond. De politie verscherpt het toezicht bij het Omnizorgcentrum, de opvang voor daklozen en drugsverslaafden in Apeldoorn. Aanleiding zijn de vele klachten van omwonenden over drugsgebruikers en dealers in de buurt. De politie kwam afgelopen woensdag al in actie. Toen werden er 110 bolletjes cocaïne en 60 bolletjes heroïne in beslag genomen. Ik zal u zeggen, het is wachten tot de eerste dode valt. Er hangt hier heel veel agressie. Er worden mensen fel gestoken met messen. Ik ben zelf ook 2 keer gestoken. Vincent leeft van dag tot dag. Hij is een van de vele junks die rondhangen bij de opvang van Omnizorg in Apeldoorn. Het centrum biedt een slaapplek en een warme maaltijd. Maar 's ochtends moeten de junks weer verplicht naar buiten. Er is wel een gebruikersruimte waar ze in kunnen, maar die is lang niet altijd open. Als wij de gebruikersruimte niet in mogen, waar we maximaal 6 man in mogen, dan sta je te kijken en dan ga je dus buiten gebruiken. In de buurt van het opvangcentrum zijn daarom veel junks te vinden die willen scoren. En dat lokt natuurlijk drugsdealers. Volgens Vincent zijn er hier zeker 7 dealers actief. Hier achter mij bevindt zich de plek waar dealers en verslaafden elkaar ontmoeten. Het zorgt voor veel overlast in de buurt. Vooral omwonenden hebben er last van. Maar ze durven hun verhaal niet voor camera te vertellen. De gemeente Apeldoorn en Omnizorg erkennen de problemen en beloven er iets aan te doen. Mijn inzet en mijn actie is om de gebruikersruimte zo ruim mogelijk te laten zijn van tijden. Maar nu zeggen ze het is niet ruim genoeg. En van aantallen mensen. Als dat onvoldoende is, dan gaan we daar actie op zetten. Ik neem de signalen die daaruit komen bijzonder serieus. En ik hoop ook dat uit de maatregelen die wij gaan treffen zal blijken dat wij die signalen serieus nemen. Volgende week vrijdag is er topoverleg op het gemeentehuis en worden er concrete maatregelen besproken om de overlast terug te dringen. Hoewel Vincent zelf een van de verslaafden is, begrijpt hij maar al te goed dat omwonenden zich ernstig zorgen maken. Als ik met een stel kinderen hier zou wonen, zou ik absoluut verhuizen. Ja, want ik vind hier zelfs wel een spuit. In de struiken, op straat, dit en dat. En dat vind ik verschrikkelijk. 2 vrachtwagenchauffeurs uit Aalten zijn gisteravond op de A12 bij Woerden van de weg gehaald. Ze vervoerden een van de grootste sloopkranen van Europa. Maar het transport was veel te zwaar. En de chauffeurs beschikten niet over de juiste papieren. Er is procesverbaal opgemaakt. Het transport werd op de weg van Gouda naar Utrecht ontdekt. De verkeerspolitie heeft de 2 vrachtwagens vervolgens naar een terrein van Rijkswaterstaat gebracht voor nadere inspectie. Gisteravond rond 7 uur kwamen deze 2 vrachtautocombinaties over de A12 richting Utrecht. Daar zit een elektronisch detectiesysteem en die gaf al aan dat ze te zwaar waren. En hier op het terrein bij Linschoten kwamen we tot de ontdekking dat ze allebei meer dan 100.000 kilo zwaar waren. En dat terwijl onder normale omstandigheden een vrachtwagencombinatie niet meer dan 50.000 kilo per stuk mag wegen. En dus hadden de vrachtwagens daar niet met de immense sloopkraan mogen rijden. Er is wel ontheffing mogelijk, maar die was voor deze combinatie niet afgegeven. En daarnaast was die ook nog eens te lang, 32,5 meter in plaats van 22 meter. En 3,93 meter breed in plaats van 3 meter breed. Inmiddels is er een spoedontheffing en mogen de vrachtwagens vanavond om 8 uur onder begeleiding weer de weg op. Montferland controleert de komende maanden alle 30.000 bomen in de gemeente. De storm die 3 weken geleden over de Achterhoek raasde heeft namelijk zoveel schade aangericht dat het niet meer veilig is in de bossen en in de parken. De hele operatie kost zo'n 50.000 euro. Dit zijn lindentakken die met de storm afgebroken zijn. En hieronder lopen mensen langs. Dus die moeten we eruit halen voor de veiligheid. We hebben 800 bomen met schade op dit moment. 100 bomen hebben we ongeveer geveld.
Maar er zullen nog vele volgen. Maar het moet gebeuren en het is absoluut heel erg belangrijk dat de veiligheid gewaarborgd is. Jongens, wat een werk zeg. Ja, druk aan de gang, hè. In de gemeente Montferland wordt momenteel de ene naar de andere boom omgehaald omdat ze gevaarlijk zijn. Ze dreigen om te vallen of er kunnen takken vanaf vallen. Mieke Heijmans bepaalt wat er met de bomen moet gebeuren. In totaal worden alle 30.000 bomen in de gemeente door hem bekeken. Bomen in het bos, maar ook binnen de bebouwing. Dreigt er eentje om te vallen, dan wordt hij onmiddellijk omgehaald. Hoeveel bomen kunt u nou op een dag inspecteren? Tussen de 300 en 600 bomen gemiddeld. De helft van de kroon is uit deze boom geslagen. En dat houdt eigenlijk in dat de boom niet in balans is. En dat houdt dus eigenlijk ook in dat hij voor de toekomst een onveilige situatie kan veroorzaken. En zo wordt de ene naar de andere boom gekeurd. Wat gebeurt er toch met al dat hout, zou je denken? De stammen worden geshredded. Het versnipperde hout wordt als biomassa verkocht om energie op te leveren. Het hout zelf dat wordt ook verkocht aan de groothandel. En daarmee proberen onze kosten te drukken. Ook de gemeente Oost-Gelre onderzoekt de stormschade. Daar is geconstateerd dat 350 monumentale eiken het loodje hebben gelegd. Ja, behoorlijk wat, ja. De gemeente constateert overigens de nodige overtredingen. Veel burgers nemen gezaagd hout langs de weg mee naar huis voor de open haard. En bovendien worden er illegaal bomen in de tuin gekapt met als excuus dat ze dreigden om te vallen. Ze hebben er al jaren overlast van. En dan wordt de boom maar zo weggezaagd. Ja, en dat vinden we niet echt een goede zaak, laat ik zo zeggen. De gemeentes waarschuwen de komende tijd op te passen in parken en bossen. Verkeerscontroles worden door een meerderheid van de Gelderlanders zinvol gevonden. Dat blijkt uit onderzoek van de politie. En alcoholcontroles die worden door bijna iedereen waardevol genoemd. De politie deed het onderzoek onder 10.000 mensen. De resultaten worden gebruikt om de verkeersveiligheid te verbeteren. Behalve alcoholcontroles vinden de ondervraagden ook rood licht, gordel- en helmcontroles belangrijk. Alleen de waardering voor snelheidscontroles ligt lager bij de Gelderlanders. Ruim een kwart van de ondervraagden geeft ook aan dat de veiligheid voor kinderen in de eigen omgeving slecht is. Hocus Pocus, afhaalpoëzie en De Vermakelaar. Het zijn theatervoorstellingen die de komende dagen te zien zijn op het Sonsbeek Theater Avenue in Arnhem. Het festival opende gisteravond spectaculair met het Finse schreeuwkoor. Dit is niet zomaar wat geschreeuw. Nee, dit is kunst van de bovenste plank tijdens de opening van het Sonsbeek Theater Avenue. Wat vindt u ervan? Is dit nou muziek? Ja, het is meer een grapje. Zo heb je de kunst ook van die grapjes. Wat, is dat dan wel echt kunst? Is dit nou echt muziek? Ik vind het wel heel grappig, ja. Ik maak cultuur met een grote C, maar voor iedereen toegankelijk. Voor een paar euro krijg je al een voorstelling te zien. In Theater het Hart, het Kaaskwartet. En dat spreekt het publiek zeker aan. Het festival is al 12 jaar een succes. Verrassend. Ja, en ook heel erg leuk en ook inspirerend. Ja, gewoon om lekker te kijken en de grens op te zoeken van een vernieuwing. Lekker buiten, ondanks het weer. En gezelligheid en rare dingen. Dingen die je niet elke dag tegenkomt. Wat dacht u bijvoorbeeld van een afhaaldichter? Dat is de afhaal Chinees, maar dan voor gedichten. Dus je kunt in plaats van Chinese maaltijden bij mij gedichten afhalen. Kun je ook kiezen tussen direct consumeren, dan lees ik ze voor. Of meenemen, en dan pak ik ze voor je in. Op het festival spelen bekende artiesten, maar ook beginnende groepen gebruiken dit festival als springplank naar het grote podium. Het zijn niet de televisiehelden die hier optreden. Het zijn de gewone beginnende artiesten. En die krijgen gewoon ook de mogelijkheid om te leren omgaan met hun publiek. En die wisselwerking is gewoon heel leuk. Het festival duurt nog tot en met aanstaande zondag. Ja, ik kom overmorgen. Op de dag dat in onze nationale voetbalcompetitie de bal weer gaat rollen, komt de Graafschap met nieuws. We horen het straks van onze verslaggever vanuit de Vijverberg in Doetinchem. De ontsnapte jeugd-TBS'er Danny T. is opgepakt in een huis in Den Haag. De dader van de Scheveningse dakmoord ging er voor de tweede keer in een half jaar tijd vandoor. T. zat in de Sprengen in Zutphen en maakte zich tijdens zijn begeleid verlof uit de voeten. De moord in 2007 werd landelijk bekend door een internetfilmpje waarop te zien was hoe het slachtoffer stierf.
Robert Geesink heeft gisteravond het profcriterium van Oostvoorne gewonnen. De Rabo-renner uit Aalten liet in de straten van het Zuid-Hollandse kerkdorp Martijn Maaskant en Koos Moerenhout achter zich. Ja, het zijn altijd lastige rondjes. Zeker zo na een tour van 3 weken is het altijd eventjes, zeker aan het begin doet het even weer pijn. Dit was voorlopig Geesinks laatste wedstrijd. Hij gaat naar Amerika om te trainen. Een spookrijder heeft gisteren een bekeuring gekregen omdat hij keerde op de A348 bij Dieren. De man verklaarde dat zijn navigatiesysteem hem deze opdracht gaf. Volgens de politie is het een wonder dat er geen ongelukken zijn gebeurd. De stadhuistuin van de gemeente Tiel is vanwege vernielingen voortaan alleen nog open tijdens kantooruren. Het afgelopen jaar is voor €40.000 schade aangericht in de tuin die omringd wordt door gebouwen van de gemeente. Afgelopen nacht zijn opnieuw ruiten ingegooid en voor de gemeente is de maat nu vol. De 75-jarige automobilist die gisteren zwaar gewond raakte na een botsing met een vrachtwagen in Laren is overleden. De man reed ter hoogte van de Beuzelshoek een voorrangsweg op en zag mogelijk de vrachtwagen over het hoofd. Tijdens de opening van de muziekzomer 2010 in Arnhem reikte commissaris van de Koningin Cornelie de Gelderse Powerveer uit. Het Nederlands Jeugdorkest krijgt het kunstwerk en €25.000. Tijdens de muziekzomer brengt jong talent klassieke muziek ten gehore. Het jeugdorkest treedt nog tot 22 augustus op in de hele provincie. Het nieuws uit Gelderland. 7 dagen in de week. Kritisch, objectief en betrokken. Voetbalclub De Graafschap heeft een nieuwe hoofdsponsor. Dat is zojuist bekendgemaakt op een persconferentie in stadion De Vijverberg in Doetinchem. Verslaggever Richard van der Maden die was daarbij en die hebben we nu aan de telefoon. Ja, Richard, wie is het geworden? Het is Centric geworden, zoals wij gisteren ook al konden melden. Een ICT-bedrijf onder leiding van de puissant rijke Gerard Sanderink. Dat is een Twentse no-nonsense figuur die al 2 maal eerder met zijn bedrijf Centric De Graafschap sponsorde. Dat was tussen 1999 en 2004 en tussen 2007 en 2009. Maar vorig jaar degradeerde De Graafschap en de eerste divisie is voor Sanderink niet interessant. Nu is De Graafschap weer gepromoveerd. Beide partijen zijn in gesprek gegaan. Het goede gevoel ontstond deze week en dat heeft uiteindelijk geleid tot een overeenkomst voor 1 jaar met een optie voor nog meerdere jaren. Want beide partijen hebben wel de intentie om lang met elkaar in zee te gaan. Ja, Richard, hoeveel geld is er met dit nieuwe sponsorcontract gemoeid? Ja, bedragen worden nooit bekendgemaakt in het profvoetbal. Zeker niet als het gaat om een nieuwe hoofdsponsor. Maar naar verluid gaat het om €500.000. En daarmee zit De Graafschap zeker niet verkeerd als je kijkt naar concurrerende clubs als VVV, Excelsior en Willem II. En met dat geld, zo gaat dat nu eenmaal in het voetbal, wordt direct verwacht dat er weer nieuwe spelers worden aangetrokken. Dat zal bij De Graafschap niet anders zijn om te overleven in de eredivisie. Youssef Hersi wordt bijvoorbeeld al genoemd. Een oudspeler van Vitesse en FC Twente. Maar ook andere namen gaan rond hier bij De Graafschap. Tot nu toe is er een spits gehaald. Poupon, een verdediger. Saïs, een keeper. Boy Waterman, maar nog altijd geen creatieve middenvelder. Dat is Youssef Hersi wel. En daar wordt nu gezocht. Maar met de komst van Sanderink, die ook altijd pleit voor extra spelers zo snel mogelijk. Want hij zegt altijd, kapitaal moet op het veld staan. Zal het waarschijnlijk niet zo heel lang meer gaan duren. Goed, dat was verslaggever Richard van der Maden vanuit Doetinchem, De Vijverberg. Ja, nu is dus uit Doetinchem op de dag dat ze weer gaan voetballen, de clubs. Want het nieuwe voetbalseizoen staat hier voor de deur. Dit weekend beginnen de Gelderse betaald voetbalclubs weer. En ze staan er alleen financieel niet zo best voor. NEC en Vitesse die bezuinigden deze zomer elk €2 miljoen. En AGOVV moest zo'n 4 ton besparen. Vitesse bereidde zich vandaag in Gelredoom voor op de competitiestart tegen ADO. Bij de Arnhemse club vertrokken deze zomer maar liefst 9 spelers. Deze Luca Caldirola is de enige versterking. En dus zal trainer Theo Bos dit seizoen regelmatig een beroep moeten doen op jeugdspelers. Toch is er vertrouwen bij Vitesse. Ik denk dat we een heel talentvolle groep hebben. En ja, nu moet het alleen nog uitkomen. Technisch directeur Ted van Leeuwen was vandaag nog druk aan het bellen langs de lijn. Hij hoopt nog een versterking binnen te halen. Anders is dit het elftal waarmee Vitesse de competitie in moet. NEC moest ook €2 miljoen bezuinigen, maar heeft toch 5 spelers kunnen aantrekken.
onder wie deze Leroy George. En de Nijmegenaren denken met de duo Lasse Schöne Björn Flemings op een redelijke plek op de ranglijst te komen. De verschillen zijn gewoon heel klein, dus wat dat betreft, ja, het kan zomaar negende worden en het kan ook zomaar weer dertiende worden. De Graafschap keert na een jaar terug in de Eredivisie. De Doetinchemmers doen dat met bijna dezelfde selectie als vorig jaar. Toen werd de titel gepakt in de Eerste Divisie. Er is dit jaar veel vertrouwen dat de Graafschap zich gaat handhaven. I think we're gonna stay. I trust on this team. We hebben wel een redelijke voorbereiding gehad. We hebben alles gewonnen, maar niet tegen de beste tegenstanders. Maar we moeten eerst zaterdag winnen en dan zien we wel weer verder. En AGOVV heeft een roerige tijd achter de rug. Maar er staat inmiddels een ploeg die hoge ogen kan gooien in de Eerste Divisie. Ik zeg net tegen de supporters hier achter mij ook, we hebben een fantastische groep staan. Die weten wat we moeten doen. Ik denk dat we aardig op weg zijn en ik denk als de competitie begint dat we een goed team hebben staan. NEC opent morgen het seizoen thuis tegen VVV. De Graafschap speelt op de Vijverberg tegen Excelsior. En zondag is het Vitesse-ADO in Gelredome. Ja, en dan gaan we naar Wageningen. Voor het weer met Amara Omuka. Het is misschien wat vroeg, maar toch echt wel de moeite waard hoor, om zo'n mooie zonsopkomst in de natuur te bewonderen. Vanochtend, een frisse ochtend, temperaturen van een graadje of 7. Misschien lokaal zelfs nog wel wat frisser hoor, in het oosten van de provincie. En hier en daar de vorming van wat mist. Niet alleen in de omgeving van Reden boven de rivieren, maar ook rondom de Veluwezoom wat grondmist. Schitterende plaatjes. Vandaag een mooie dag met de vorming van wat onschuldige stapelwolken. Morgen is er duidelijk meer bewolking aanwezig en dan gaan we het ook niet helemaal droog houden. De boosdoener is een storing. Vanuit het westen, je ziet hem hier aankomen, geleidelijk aan dichterbij. Vandaag zagen we al af en toe wat sluipwolking er vanaf waaien vanuit het westen. Ja, vanavond en vannacht gaat die bewolking dikker worden. En hoewel het morgenochtend in het westen al af en toe regent, je houdt het in Gelderland toch nog een groot deel van de dag droog. Maar het gaat allemaal wel activeren. Dat betekent dat als er buien gaan vallen, dat het in de loop van de middag ook gelijk wat stevige buien zijn. Nou, voor vandaag. In de ochtend. Geen vuiltje aan de lucht. Mooi onbewolkt weer. In de middag ontstonden dus die mooie stapelwolkjes. Meer bewolking vanuit het westen op nadering van de storing voor vanavond en vannacht. Met temperaturen van een graadje of 12, maar ook nog steeds opklaringen. En morgenochtend zullen we vooral nog wat opklaringen zien in het oosten van de provincie. Maar de bewolking gaat het wel overnemen. De zon krijgt het moeilijk. En dan is het wachten op de buien. Ik denk halverwege tot einde van de middag. Dat ze er vanuit het westen inkomen. Lokaal met een klap onweer erbij. Misschien een vlagige wind erbij. Maar een overgroot gedeelte van de dag is het dus gewoon droog weer. Met temperaturen van zo'n 22 graden. Wel iets aantrekkende wind. Windkracht 3 tot 4 vanuit de zuidwesthoek. Nou, dan gedurende de nacht nog wat stevigere buien. Met onweer de nacht naar zondag toe. Zondag houdt het niet droog. En eigenlijk de rest van de dag ja, overwegend wisselvallig weer. Temperaturen rond de 21 graden. Maandag springt er duidelijk positiever uit. Wereldberoemd is hij, de musical Jesus Christ Superstar. In Winterswijk wordt het spektakelstuk volgende week in de Steengroeven gespeeld. En TV Gelderland is morgen bij de repetities. Ik wens u nog een fijne avond. Straks naderen.